Dank u wel, dames en heren. Goedenavond allemaal. Welkom bij Stampwerk. We hebben ze weer gevonden. Hier naast mij staan Elham en Maria. Uit Den Haag, maar jullie zijn toch een beetje een internationaal team, vind ik. Vertel zelf even. Wie gaat het eerst beginnen? Elham. Nou, ik kom uit Iran. Ja. En ik woon al 4 jaar in Nederland. En wat doe je hier in Nederland nu? Ja, ik zit op VHV op school. Op VWO? Ja. Naast jou staat Maria, klasgenoot en vriendin. Ja. Waar kom jij vandaan, Maria? Uit Spanje. En ik woon ook al 4 jaar in Nederland. En hoe hebben jullie elkaar dan weer ontdekt hier? Op school. Gewoon op school bij elkaar en vriendinnen geworden? Ja. En van wie kwam het idee om hier mee te gaan doen? Zij. Jij bent de boosdoener. Ja. Nou, nee. Oké, nou, we zullen zien hoe het gaat. Jullie spelen vanavond voor kinderen in de derde wereld en daar gaan we even iets van zien. Het geld van Elham en Maria gaat naar het Liliane Fonds. Dit fonds zamelt geld in voor gehandicapte kinderen in diverse landen in de derde wereld. En het gaat daarbij om individuele en andere kleinschalige hulp die in de eerste behoeften voorziet. Het tweede koppel van vanavond is een gemengd koppel, zoals je dat noemt. En nog man en vrouw ook, Alewijn en Linda uit Vlaardingen. Yeah! Nou, aan jullie supporters zal het niet liggen. Wat doen jullie in het dagelijks leven? Alewijn? Ik ben analist op een laboratorium in Vlaardingen. Lekker dicht bij huis. Dacht ik. Heb je nog andere bezigheden? Ik voetbal, tennissen, muziek. En ik lees graag. Ik Linda. Heb er heel druk mee. Ja, ik ben Linda, ik ben 26 jaar en ik ben ziekenverzorgd in een verpleeghuis in Maassluis. Okay. Maakt het heel erg naar mijn zin. Hè? Verder nog andere leuke bezigheden? Ja, een hoop hobby's. En af en toe meedoen aan een quizje. Jullie spelen voor een project helemaal in Jeruzalem. We gaan er ook even iets van zien. De stichting Christenen voor Israël zamelde de afgelopen tijd al veel geld in voor de renovatie van het Huis van het Noorderland. Een vorig jaar geopend opvangcentrum voor Russische Joden in Israël. In dit cultureel centrum worden diverse activiteiten ontplooid om nieuwe immigranten de gelegenheid te geven zich wat meer thuis te voelen in Israël. Het is vanavond het doel van Linda en Alewijn. Het derde team vanavond in deze stampwerk wordt gevormd door twee mannen, Gert-Jan en Jasper. Kijk eens, kijken die Jasper. Toen ik dat woord mannen uitsprak. Jullie zijn ook een beetje familie van elkaar, hè? Ja, Jasper is een zwager van mij. Een volle zwager? Ja. En je bent getrouwd of zo met zijn... Met zijn zus. Okay. Wat doen jullie normaal? Wanneer niet van die gekke dingen doen zoals nu? Ik ben groepsleerkracht op de Prinses Beatrix School uit Veenendaal. Goed, Jasper, wat doe jij? Ik studeer nog, een halfjaartje nog. Ja. En dan ga ik een jaar soldaatje spelen. Spelen? Ja, dat hoort erbij, hè? Hij gaat soldaatje spelen, maar voorlopig even het spelletje spelen. Om de gulden, sport goede doel en jullie goede doel gaan we ook even iets van zien. De verdiende guldens van Gert-Jan en Jasper in deze stampwerk gaan naar een van de allerarmste landen in de wereld. De organisatie Woord en Daad werkt onder de schoolkinderen in Haiti. En Jasper en Gert-Jan spelen met name voor geestelijke lectuur voor de kinderen daar op Haiti. Dus al het geld van Gert-Jan en Jasper gaat naar de organisatie Woord en Daad. Nou, de kop is eraf. Wat jullie betreft, je hebt eigenlijk nog helemaal niets gedaan, maar dat gaat gauw veranderen. De eerste ronde vragen, of eigenlijk zijn dat stellingen. Ik werk jullie per team af. Dat betekent dat ik jullie allemaal 1 minuut geef. Om te beginnen met Elham en Maria. 1 minuut lang krijgen jullie van mij allemaal stellingen. En jullie hoeven alleen maar eventjes goed of fout in te drukken. En even voor de goede orde. Het rode vlak is natuurlijk onjuist. En het groene vlak, dan zeggen jullie dat de stelling van mij juist is. Jullie zijn er klaar voor. Ja. Dan gaan we nu beginnen. Het kleinste werelddeel is Australië. Is juist 50 gulden verdiend. Een filumist is een verzamelaar van lucifermerken. Wel ja, is goed 50 gulden erbij. Frankfurt is de hoofdstad van de staat Kentucky in de Verenigde Staten. Is fout en dat is goed, dus niets verdiend. Het woord robot is een Nederlands woord van origine. Snel drukken. Is fout inderdaad, want het is natuurlijk Tsjechisch, dat wisten jullie. De 100-jarige oorlog, dat is een moeilijke vraag jongens, god maar een beetje. Ik maak hem af voor jullie. De 100-jarige oorlog vond ooit plaats in Nederland, duurde van 1337 tot 1553. Is dat goed of fout? Nee, het is goed. Nou, laten we even kijken
wat jullie verdiend hebben, toch eventjes in 1 minuut 150 gulden. Heel slecht. Nou, maar het later wordt het beter. Ja, dat valt niet mee. En als je thuis zit, dan lijkt het allemaal zo makkelijk. Maar je moet hier maar staan. En zeker over dingen als 100-jarige oorlog. Ja, ik kan me indenken dat je daar nog nooit van gehoord hebt. Maar er komen nog een heleboel vragen waar jullie veel en veel meer vanaf weten. Ik weet het bijna zeker. We gaan naar Adelijn en Linda. Handen boven de knoppen. Ja. Eén de ja en één de ander de nee vragen zie ik. Goed, we gaan kijken of het werkt. De tijd gaat nu in. Het woord chocolade vindt zijn oorsprong in het Azteeks. Is dat goed? Jullie zeggen goed en dat is inderdaad goed. 50 gulden erbij. Karel de Vijfde werd geboren in 1152. Dat is, jullie zeggen, fout en dat is inderdaad fout. Dat was natuurlijk 1500. Tuurlijk. Beethoven schreef in totaal 90 symfonieën. Dat is fout, dat waren er 9. 50 gulden erbij verdiend. Het jong van een olifant noemen we ook wel een pup. Ja, juist. Jullie zeggen dat is goed. Nee, jongens, dat is een kalf. Niets verdiend. De Eiffeltoren is wel 300 meter hoog. Jullie zeggen dat is goed en dat is inderdaad goed. 50 gulden verdiend. De hoofdstad van Turkije, Ankara, heette ook wel vroeger Angora. Is, jullie zeggen fout, maar dat is goed. Niets verdiend. Een opportunist is een tegen de draads iemand. Dat is, jullie zeggen fout, dat is inderdaad een meeloper, dus 50 gulden verdiend. Het woord koffie is van oorsprong Belgisch. Hartstikke fout, want dat is van oorsprong. Laat ik dat nog even zeggen. Wat is het? Zeg maar wat. Columbia. Ja, precies. Arabisch, hè, dat wil hij zeggen. Dat maakt helemaal niet uit, want het was een goed antwoord van jullie. En dat betekent dat jullie, eventjes kijken, 300 gulden in totaal gewonnen hebben. Gert-Jan en Jasper, jullie hebben de kunst even af kunnen kijken nu, hè? Ja, je kijkt nog wat moeilijk, Gert-Jan. Ja, je weet het. Hè? Moet lukken. Concentratie, die 1 minuut, daar gaat hij nu in. De hoofdstad van Rwanda is Kigali. Gokje misschien? Maakt niet uit, is goed. 50 gulden erbij. De eerste universiteit van Amerika was Harvard. Is goed, uitstekend, 50 gulden erbij. Het woord andijvie stamt uit het Arabisch. Is fout, dat is goed. Dus geen 50 gulden verdiend. Analecta is een ander woord voor volkslied. Is fout, dat is inderdaad fout, want dat is het ander woord voor bloemlezing. 50 gulden erbij. De afsluitdijk is 32,5 kilometer lang. Moet een leerkracht weten, vind ik. Snel nu. Is inderdaad goed, 50 gulden erbij. Hamburg ligt aan de Elbe. Is fout, zeggen jullie, maar dat is goed. Geen 50 gulden verdiend. De hoofdstad van Tanzania is Dodoma. Is... Jullie zeggen fout in de bel, maar het was goed, dus geen 50 gulden verdiend. Geef niet, leraar. Beetje topografie kan nooit kwaad. Jullie hebben verdiend in deze 1 minuut, toch ook niet onaardig, 200 gulden. Ik kan het me indenken dat het te snel gaat. Het gaat voor mij bijna te snel, dus laat staan voor jullie. Laten we even kijken hoe de stand is op dit moment. Dat betekent dat het echtpaar, Adelwijn en Linde staan aankop. 300 gulden voor Jeruzalem. Oké, nou dat was even een leuke binnenkomer. Nu gaat het, ik kan bijna zeggen, het echte werk beginnen. Want we gaan nu spelen de tweede ronde. En daarbij gaat het om 100 gulden per goede antwoord. Multiple choice, A, B of C. Ik geef jullie telkens 3 mogelijkheden. En we spelen van dit bord 9 verschillende vragen uit 9 categorieën. En de eerste vraag heeft iets te maken... Een algemene vraag zie ik, en dat is een beetje geschiedenis dit keer. Ongeveer 300 jaar voor Christus was er een bekende Griekse veldheer die onder andere het hele Midden-Oosten veroverde. Zijn naam Alexander de Grote. Maar deze Alexander had een groot Grieks leermeester. Wie was dat? A. Plato, B. Socrates of C. Pythagoras? A, B of C. Nu allemaal indrukken. Maria en Elham, jullie zeggen... Socrates, ik zeg nog even helemaal niets. Adelwijn en Linda zeggen dat ook. Dan kan ik nu zeggen dat jullie alle twee het goed hebben. 100 gulden erbij. En dat betekent dat Gert-Jan... Ach, het had hem kunnen zijn toch, hè? Ja. Maar het was hem niet. Helaas, tweede vraag meer. Succes voor jullie. En die halen we uit de categorie... Geschiedenis. We blijven dus een beetje in het verleden peuteren. Deze man, in ieder geval dit standbeeld... waarvan... De man waarvan dit een standbeeld is, leefde in de vorige eeuw. Zijn naam is Gregor Mendel. Op welk gebied deed deze Mendel
zeer belangwekkende ontdekkingen. Was dat A, op het gebied van muziekcomposities, B, bijbelvertalingen of C, erfelijkheidswetten? Nu indrukken. Elham en Maria, ik zie jullie vertwijfeld kijken, maar jullie hebben niet goed gedrukt. Hebben jullie al gemerkt? Jullie zeggen A, muziekcomposities, maar niet getreurd. Want zowel Adelijn als Linda, als Gert-Jan en Jasper, jullie zeggen het allemaal, maar het zijn inderdaad, jullie weten het inderdaad, C. Helaas, niemand wat verdient. Het waren de erfelijkheidswetten. Een vraag die iets te maken heeft met literatuur. Een frappante uitspraak over iets dat met literatuur te maken heeft, is deze. Men begint met het verbranden van boeken, maar het men eindigt met het verbranden van mensen. Wie deed die uitspraak? Was dat A. Kafka, Franz Kafka, B. Heinrich Heine of was dat C. Maarten Toonder? Als je niet weet, dan moet je heel diep nadenken en allemaal gewoon een knop indrukken. A, B of C. Nu allemaal drukken. Maria en Elham, jullie denken Toonder is niet goed. Adelijn en Linda denken Kafka is niet goed. En Gert-Jan en Jasper, er blijft er maar één over. Heine, Heinrich Heine, en dat is goed. Ja. Het was inderdaad de Duitse dichter Heinrich Heine. De volgende vraag, laten we hopen voor jullie dat dat weer even iets heel anders is. Want dan zou het wat beter kunnen gaan, een vraag over de wereld van de dieren. Niet zo'n smakelijke vraag, vind ik zelf. Maar goed, luister eerst even en kijk eerst even. Je ziet hier een leeuw. En zoals jullie nu zien, zo ziet een leeuw. Eigenlijk alleen echt in het midden scherp. In ieder geval is het meestal scherp genoeg om zijn prooi te pakken. En dat ga je nu zien. Als je daar niet van houdt, moet je nu even thuis koffie gaan zetten. De vraag over deze leeuw en over zijn eetgewoonte aan jullie is deze. Ik zei het al, niet zo smakelijk, maar goed. Het is wel interessant op zich. Wat wordt er nou het eerst door zo'n leeuw gegeten? Is dat A, de kop, B, de ingewanden of is dat C, het achterlijf van zijn prooi? Er is een bepaalde reden voor, die ga ik jullie dadelijk geven. Nu allemaal drukken. Kop, ingewanden of achterlijf. Elham en Maria, jullie denken dat het de ingewanden zijn. Adelijn en Linda denken het ook. En Gert-Jan en Jasper ook. En jullie hebben het allemaal goed. Volgende vraag. Is er een uit de categorie... Ja, ik blijf maar lachen. Ja, wij ook. Jullie ook, zie ik. Vervoer. En als ik het heb over vervoer, dan is het natuurlijk niet zo ontzettend vreemd dat ik iets ga vragen over Nederlands oudste en grootste organisatie op het gebied van verkeer en toerisme, de ANWB. Deze aloude organisatie, die bracht een landkaart op in het jaar van oprichting. Wanneer was dat jaar? Hoe oud is die ANWB, denken jullie? Is die van 1823? Zulke oude mensen hebben hier niet zitten. 1853 of van 1883. Ja, je moet het maar weten en je moet het maar verzinnen. Elham en Maria, jullie denken 1883 is goed. Adelijn en Linda. Adelijn en Linda denken dat ook hetzelfde. En Gert-Jan en Jasper, jullie denken het ook allemaal goed. Wij hebben nog één vraag te gaan in deze 100 gulden ronde. En dat kan niet anders of dat wordt er dus één over insecten. Voor sommige mensen één van de meest weerzinwekkende beesten, de spin. Toch is ook dit weer een zeer bijzonder beestje. De spin die je hier ziet, kan voldoende zien bij het 1/10 van het licht dat wij mensen nodig hebben om redelijk te kunnen zien. En zijn eten, dat bevangt hij heel apart. Dat vangt hij met behulp van een soort vangnetje. Dat zie je hier. En laat dat eten nou net toevallig hier voorbij komen. Wat gebeurt er? Kijk even mee. Even draaien en erin zit hij. En een broodje hamburger. En het is weer wat anders, maar het schijnt hetzelfde te smaken. Voor die spin in ieder geval. Die vraag voor jullie, die ik hierbij heb, is hoe bemerkt zo'n spin voorafgaand aan het voorbijkomen van het eten, hoe bemerkt hij die prooi? Is dat door middel van het zicht, zijn ogen? Is dat B, door de trilling? Of is dat C, publiek haal aan je mond, want jullie zeggen allemaal verkeerd voor. Of is dat C, door het gehoor? Denk na en druk. Luister alleen naar je eigen inzicht, zou ik zeggen.
Elham en Maria, jullie denken dat het gaat om de trilling. Is fout. Adewijn en Linda, jullie denken het zicht, de oogjes. En dat is goed. Ja. En dat betekent dat Gert-Jan en Jasper jullie elkaar ook even kunnen feliciteren. Want dat is ook 100 gulden voor jullie, Erlijn. Ik hou het tussendoor nooit bij. U thuis misschien ook niet. Hier zien jullie allemaal het scorebord. Laten we nog even een keer een blik werpen op dat grote bord hier. Dan zie ik dat het toch aardig overuit gaat hoor. Hey. Adewijn en Linda, voor het project in Jeruzalem al 700 gulden. Elham en Maria doen het nu nog even rustig aan. 450 gulden voor de kinderen in de derde wereld. En heel mooi ertussenin Gert-Jan en Jasper voor woord en daad 600 gulden. Maar de echte klappen kunnen jullie nu gaan geven in die derde ronde. Ik zeg het nog maar even voor de mensen die het nog niet eerder zagen. Twee dingen gaan er meespelen. A, we gaan spelen om 200 gulden per antwoord. We hebben hier een groot scherm met 9 vakken. Op die 9 vakken staan 9 termen en die duiden categorieën aan waaruit jullie een vraag krijgen. Nou hebben jullie hier allemaal zo mooi een bepaald tekentje. Elham en Maria hebben hier een vierkantje. Adewijn en Linda een rondje. Gert-Jan en Jasper, jullie hebben een driehoekje. En dat betekent niets meer of minder dat we hier een soort boter, kaas en eieren gaan spelen. Wie van jullie, elke keer als je een vraag beantwoordt in zo'n vakje, komt jouw symbooltje erin. Heb je het eerst 3 op rij, ik noem dat even standrij, dan ga je over naar de finale en dan krijg je de kans om in de vierde ronde nog eens even je bedrag te verdubbelen. Maakt dus helemaal niet uit of je laag staat of hoog staat. De eerste 3 op rij gaat naar de finale en krijgt bovendien nog eens even 500 gulden bonus. Ga er even goed voor staan. Niet hangen. Rechtop staan. Handen boven de knop. Publiek ook rechtop zitten. Klaar om jullie team aan te moedigen, dan gaan we nu die derde ronde spelen. Even voor de goede orde zeg ik er nog maar even bij. We beginnen deze derde ronde altijd in het midden. En daar komt een rondje, een vierkantje en een driehoekje over elkaar heen. Dus die geldt voor jullie alle 3. Toch nooit weg om even die 200 gulden te vangen. Het gaat over geschiedenis. Een snelle vraag. Afgelopen jaar bestonden de Verenigde Naties 45 jaar. In welke stad in de Verenigde Staten werden de Verenigde Naties opgericht 45 jaar geleden? Waar was dat? Adewijn en Linda. Washington. Dat is niet goed. Eén van de 2 andere teams. Gewoon wagen. Gert-Jan en Jasper. Los Angeles. Dat was het ook niet. Nou, Elm en Maria, doen we ook maar op plaatsen. Boston. Dat was het niet. Helaas, dat was San Francisco. Ja. Lag het puntje van onze tong allemaal, hè? De tweede vraag. En nu wordt het spannend. Wie gaat de eerste stap maken naar die 3 op rij? Halen we rechtsonder en dat wordt een vraag over luchtvaart. De hoogst gelegen luchthaven ter wereld is die van Lhasa in Tibet op 4300 meter hoogte. De laagste internationale luchthaven is die van Schiphol. En die ligt 3,9 meter onder zeespiegel. Nou is er nog een vliegveld in Nederland en dat ligt nog lager. Welk vliegveld, Adewijn en Linda? 16 over. Ja, je zegt een beetje van, nou is het enige vliegveld dat ik verder ken in Nederland. Het is goed. Oh. Oh, was het een gokje, Linda? Ja. Nou, een heel mooi gokje dan. Maakt niet uit. Rechtsonder komt dat balletje en dat betekent het symbool van Linda en Adewijn, de eerste stap naar de 3 op rij. Maar zo snel gaat het nog niet, want we gaan nu een vraag halen uit de categorie algemeen middenboven. Jullie zien hier een soort groente, een soort lange sperzieboon. Het is van origine een Surinaamse groente. In Engeland kun je geslagen worden tot ridder in de orde van deze groente. Duidelijk, hè? Welke groente is dat? Kousenboom. En dat is hem helemaal, Gert-Jan en Jasper, 200 euro. En dat betekent dat jullie bovenaan in het midden jullie symbooltje krijgen. En dat betekent ook de eerste goede stap naar die 3 op rij. De volgende vraag wordt er een, ik kijk hier voor me, uit de categorie vissen, linksonder. Kijk eerst even mee en luister goed. Kort maar krachtig, wat jullie zagen was de sergeant-major vis. Kenmerkend voor deze vis is, en dat hoor je op dat filmpje, dat hij een beetje een soort pokkend geluid maakt. Ik wil weten van jullie waarvoor dat geluid dient. Ik help je een klein beetje door te zeggen dat het een beetje werkt als een soort alarmsysteem. Waarvoor dient dat? Adewijn en Linda durven het aan. Wat onraad is of zo? Dat vind ik toch te.
Iedereen tokt als de onraad is. Ja. Ik wil het iets specifieker horen. Gert-Jan en Jasper. Een soort genoten waarschuwen? Ja, ik moet dan even naar de... En dat hij nergens tegenaan vliegt. Ja, en nog een heleboel Sven. Andere dingen. Ja. Als je een half uur doorpraat, zit het antwoord er altijd bij. Ik kijk even naar de jury en ik zie inderdaad, het mag het goedkeuren. Het is ter bescherming van de kinderen. Uitstekend. Okay. En dat betekent 200 gulden erbij. En ook heel belangrijk voor jullie is dat jullie symbooltje... Ja, of hier in de studio. Jullie symbooltje, dat driehoekje, komt linksonder. En dat betekent dat jullie opnieuw een mooie poging wagen om een drie op rij te gaan halen. De volgende vraag komt uit de categorie fauna. Wat je hier sterk vergroot ziet, is een zeer klein levend wezen. Het bestaat uit één cel en het heeft op ware grootte een doorsnee van ongeveer 0,0001 millimeter. Het wezentje kan zich zeer snel vermenigvuldigen en ik denk niet dat er ooit iemand erg blij mee geweest is. En nou drukken Elham en Maria. Bacteriën. Een bacterie is helemaal goed, 200 euro erbij. En dat betekent dat ook Elham en Maria de eerste stap hebben gezet naar drie op rij. Van links naar rechts zouden jullie hem eventueel kunnen halen en bovendien 200 gulden erbij. Wij gaan naar het vakje, kijk even mee, rechtsboven. En dat zou kunnen betekenen, Gert-Jan en Jasper, dat jullie de eerste drie op rij kunnen gaan halen wanneer je mijn vraag nu goed gaat beantwoorden. Luister dus goed, maar ook de andere jongens, jullie kunnen ze dwarsbomen door gewoon even iets sneller een goed antwoord te geven. De verovering van Gallië. Misschien ken je het alleen uit de boeken van Asterix en Obelix, maar het is toch echt de titel van een boek over de veldtocht van de Romeinen tegen de Galliërs. Wie of wie schreef ooit dat boek? Denk niet te moeilijk. Ik weet zeker dat jullie hem allemaal kennen. En ik heb me laten vertellen dat hij ook voorkomt in Asterix en Obelix. Gert-Jan en Jasper. Ja, Alderso. Die. Wie zeggen jullie? Zeg maar. Nu een antwoord. Caesar. Ja, je zit zo van Caesar. Wil je hem nog geven, het antwoord, of niet? Ja, zeker. Wil je nou 200 gulden hebben of niet? Nou ja. Natuurlijk. Het is goed en voor jullie zijn. Ik heb nog nooit zo iemand op zo'n manier een vraag goed zien beantwoorden. Zeg maar wat, Caesar. Julius Caesar. En daarmee kan ik jullie feliciteren, want jullie hebben dus die eerste stamprij gehaald. 500 gulden bonus. En aan jullie dadelijk de beurt om even in de finale jullie bedrag eventueel te verdubbelen. Maar voor de anderen, we spelen verder. En ik zie dat er nog een aantal mensen toch ook een kans hebben om drie op rij te krijgen. Dus blijf je inspannen, want er zijn nog een paar bonussen van 500 gulden te verdelen. Dat betekent, Adewijn en Linda, dat jullie uiterst goed moeten opletten, want jullie kans om drie op rij te halen. Wat je hier ziet is één van de ongeveer 2500 soorten paddenstoelen die we kennen in Nederland. Nou, kan ik me voorstellen dat je zegt, wat heeft dat nou met folklore te maken? Dat heeft het ook niet. Maar wel dat oude liedje over die rode paddenstoel met witte stippen. Wie zat daarop heen en weer te wippen? Kabouter Spillebein. Wie was dat? Kabouter Spillebein. 200 gulden erbij. Ja. En ik had me gericht op Adewijn en Linda, maar ik zie nu goed, Gert-Jan en Jasper, jullie gaan als een raket nu, want dat zijn opnieuw 500 gulden bonus. Zo, hey. Het kan. Zo werkt het spel en zo kan het lopen. We hebben nog twee vragen te gaan. Kom op jongens, hier naast me, zet hem nog even op. Even een vraag uit de categorie algemeen, vooral voor de sportliefhebbers. Waar zit hij helemaal? Daar helemaal voorbij het doelgebied. Stap 2-0. Ja, nou Gert-Jan en Jasper worden moedig, misschien wel overmoedig, want zij denken nu gelijk al te weten welke vraag ik ga stellen. Ga je gang jongens. Doelpunt van Marco van Basten, ja. De EK-finale 1988 tegen Rusland in West-Duitsland. Dat zag iedereen wel, dat was de vraag niet. Ah. Kijk, wij zijn natuurlijk ook niet gek, hè? De vraag voor jullie jongens, jullie moeten toch wel tegen elkaar spelen. Dat was inderdaad Marco van Basten, de beste speler van het toernooi een paar jaar geleden tijdens dat Europees kampioenschap. Hij werd ook topscorer met hoeveel doelpunten? Adewijn. Denk goed na. Nu. Drie tegen Engeland, één tegen dingen. Hij is uit zijn hoofd. Vijf. Uitstekend! Ja, ik maak het heel. Je bent een beetje voetbalgek, of niet? Nee. Drie tegen Engeland. Oké, 200 gulden erbij verdiend. Dat levert jullie... Waar zaten we ook alweer, jongens? Want ik ga nu te hard voor mezelf. Jullie hadden rondjes, hè? Geen drie op rij op. Oké. Nog één vraag te gaan. En dat kan dus niet anders. Of dat wordt een vraag die iets te maken heeft met monumenten. Jullie zien hier een
toren van een iets ander standpunt uit dan dat je normaal ziet. En toch wil ik van jullie weten nu, welke toren, welk monument is dit, Gert-Jan en Jasper? Ik dacht de Big Ben. En waar staat de Big Ben? In Londen. En dat is dus helemaal goed. Oh! 200 gulden verdiend en dat betekent bovendien dat we aan het eind gekomen zijn van deze ronde. En dat zal dus wel een gigantische stand zijn voor Gert-Jan en Jasper. En inderdaad zeg, 2600 gulden voor woord en daardoor Gert-Jan en Jasper verdiend al. Ja, en als er een team is dat het meeste wegpikt voor de anderen, dan kan het niet anders of er iets minder overgebleven voor de anderen. Hoewel, toch ook niet slecht, even een half uur verdiend voor een goed doel. Door Alewijn en Linda voor dat doel in Jeruzalem 1100 gulden. Elham en Maria 650 gulden voor de derde wereldkinder. Zijn jullie tevreden? Ja. Heb je ooit zoveel verdiend in een half uur? Nee. Als er iemand is die een baan voor u heeft om zo snel zoveel te verdienen, dan melden ze zich wel. Ik vind het uitstekend en ik ga de finale nu spelen met Gert-Jan en Jasper. Gert-Jan en Jasper, de laatste ronde. Anderhalve minuut hebben we nog in dit programma en die zijn dadelijk voor jullie. Wie gaat het doen? Wie gaat er stampen? Wat gaan we doen? Op dit bord, op die 9 monitoren op de grond, verschijnen 9 termen. 5 daarvan horen tot de verzameling munten in Azië. Concentreer je, want de laatste keer is het ook niet gelukt. Anderhalve minuut, je stampt, je rent naar de paal, je drukt in, je ziet hoeveel je er goed hebt. Heb je ze nog niet alle 5, gaat het weer uit en mag je opnieuw 5 stampen. En dat mag je anderhalve minuut lang doen. Voor mij mag je 100 keer heen en weer rennen. Nee. Kan die? Ja hoor. Ga staan en dan gaat de tijd in zodra de termen verschijnen. Exact anderhalve minuut, stilte in de studio, daar gaan we. Kia. Wacht niet te lang. Roep je? Doe die deze? Ja, dat kan. Deze? Nou joh, die niet. Jongens, kom op. Seconden gaan snel. Dus je moet echt springen en lopen. Rennen. Loop naar de paal en er zijn er op dit moment 4 goed al. Die hem? Die dus. Lek. Onthoud welke er goed deze. Waren, denk je. De voor? Die roep je? Die voor, ja. 5 die munten in Azië. De leu. En een stamp op die hap. Welke? Deze. De leu. We lopen. Gaan kijken. Rennen naar de paal. En er zijn er op dit moment 3 goed. Kom op, jongens. Jullie hebben nog 45 seconden, de helft. Die ernaast? Dus springen en rennen. Die? En de rupee. Rupee. Oké, je hebt er 4 nog 1 snel erbij en rennen naar die paal. Ja, dat zien we. Oké, lekker, rollen. Ren naar die paal. En hoeveel zijn het er? Het zijn er 3. Kom op. Help ze een beetje, dames en heren. Want... Riel, kom op Jasper, helpen. Nog 20 seconden, dus springen en rennen. Snel. Er zijn er 5 goed. Ja. Hoor mij me. Goed gedaan, hè? Hey, hoe? Ja, een beetje wel. Ja, dat geeft niks. Van die 2600 gulden hebben jullie 5200 gulden gemaakt. Uitstekend gedaan. Ja. Ik ben blij, kom ze allemaal maar feliciteren. Ik ben blij dat er eindelijk is voor gewerkt. Ja, dit was Stampwerk, dames en heren. Ik vond het leuk. Ik hoop dat u het leuk vond. Graag tot de volgende keer.